halen van de 10 kilometer. Wij hebben natuurlijk ook halve marathon lopen. Wat voor nummer heeft de halve marathon? Kijk, voor zelf gaan kan er nog een halve marathon gaan voorop kunnen lopen. Dat kan theoretisch. Als we nummers binnenkrijgen, doorkrijgen, we zijn onder de 200. Van 1 tot 200, dat zijn de halve marathonlopers. 1 tot 200. En dan de 10 moeten we even kijken als we gaan finishen. En dat kan natuurlijk maar zo, want we hebben al gezegd die lagen. En dat komt ook uit, want we gaan hier natuurlijk kijken naar de man met 164 gaat hij aan de leiding. En dat is Richard Loendersloot. En Richard Loendersloot, die komt hier door in 38-16. Ja. En Richard Loendersloot is een man. Ja, ik weet niet of hij professor is, maar hij werkt aan de universiteit van de UT. Hij is goed, hij liep in Overzaal 33 minuten. Hij heeft 1.17 staan als snelle tijd op de halve marathon. Hij komt hier in 38 minuten door. Dus hij zit een beetje op het schema van die 1.17 van Ben te opereren. Richard Loendersloot, Herman, zit hij ook bij jou in de stal? Zit hij ook bij jou in de stal? Richard, dan zie je dat Richard Loendersloot hier natuurlijk de concurrentie in de eerste ronde heeft het nakijken gegeven. En dat is misschien zo vreemd, want hij is een beste topatleet. En je moet ook zeggen dat hij in het totale beeld van op de 10 kilometer en de halve marathon heeft hier gezorgd dat hij als eerste binnen gaat door gaat komen. Dus in die 38-16. Nou, dat gaan we dus zo dadelijk bekijken hoe die afstand is. We hebben 39 minuten. Nou, het hoeft niet te verbazen dat er straks ook nummers zijn van boven de 200, de 10 kilometer. Maar die zullen ook hier links induiken als het allemaal goed is. Maar als Herman er staat, dan hebben we de boel even onder elkaar. Ik was aan het vertellen wie de snelste mannen vanuit Almelo waren vorig jaar. Dat zei Luc Molenaar, Mark Hamming was goed. Maar we gaan ook erbij zitten Robert Timmerijen. Hij is een man 40 en hij was de derde aankomende man uit Almelo vorig jaar. Daar zat ook bij de mannen 50 moet je Frans Overmaak. Nou heb ik geen lijstje, dan weet ik niet wie er allemaal wel dit jaar zijn of niet. Maar dat zijn wel de mannen die vorig jaar de top 5 waren in de Almeloze atleten. Moet je ook even kijken naar de vrouwen. Reina Visser, dat wist ik trouwens niet dat hij in Almelo woonde. Maar Reina Visser, er staat Almelo achter. En die was de snelste overal vorig jaar bij de vrouw in 41 minuten. En daarmee ook de snelste vrouw uit Almelo. We hadden Anrieke Krommendijk. Die kan niet de snelste zijn geweest uit, want die komt uit Nijverdal. Maar we hadden wel Gertien Dekker uit Almelo. Zij was de tweede aankomende vrouw. En als we dan kijken naar Stefanie Timmerhuis, zat er vorig jaar in de top 4. Machtel Paasen, Mariette Denhuizen. Maar die Machtel en die Mariette en die Chantal en die Claudia, dat waren allemaal Almeiden. Dat waren allemaal Almeiden die de 40 gepasseerd waren. Dus je ziet wel. Aan de zijkant staan kan, als je applaus, hè, applaus niet bij, hè, dat kan. Maar volgend jaar zijn we er weer hoor, voor de vierde editie. Nou, je ziet wel dat die, je zegt wel eens, dat die Richard Loendersloot, die doorkwam in die 38-16, die heeft natuurlijk die hele concurrentie in de eerste ronde finaal. Laat maar hier, je mag hem een applaus geven. Hij gaat de derde alleen, hij komt alleen binnen. En dat is netjes, hè. Het is de man met nummer Herakles shirt aan, 1604. En je zat Raymond de Hoop in 41-27. 41-27 gaan we hier noteren voor Raymond de Hoop. En dat is wel mooi, hè. We hadden de 90 kilometer fietsen zijn dat, hè. 90 kilometer, meidje. En je zit er nog op. Je lijkt wel een klein beetje van Marianne Vos, hè. Met een kleine zo makkelijk zitten. Zo soepel die beentjes laten pedaleren. Of moet je zeggen, Anne van Breggen. Zij won goud in Rio, ze won goud dit jaar in de EK op de weg. En Marianne Vos was zevende afgelopen week daar op het EK. Kortom, we rennen met wielen hier in de Allee. We lopen, we wandelen en we gaan hier aan het rennen zonder wielen. En daarom hadden we natuurlijk hier Raymond de Hoop en we binnen in 41-27. En als we Raymond de Hoop binnen hebben, is goed.
Tim, jij hebt niks te doen, hè, als het alles goed gaat, hè. Ach, dat is mooi, hè. Als die boze potsen het geluid, komt er vanzelf zo goed, hè. Je moet een paar keer de mond open doen en dan komt het goed, hè. Ah, jongens, de wind gaat wat opzetten. We moeten kijken naar een man die tweede gaat worden op die 10 kilometer. Het is een man van 850. Het is startnummer 850 en 16. En daar Hubert bij. Ah, jongens, personen zitten daarbij. En dat is wel mee, hè. Je zou zeggen, olé, olé. Je zou zeggen, allé, allé. Maar we hebben de man van sportvoeding, als ik het goed zag, ook erbij. Maar nu is er geen naam erbij staan. Nou, dat zullen we zo gaan zien. We hebben de mannen van het tiende persoon staat hier. We hebben Hubert Klein Haarhuis, zat er wel bij, hè. Hubert Klein Haarhuis. Het was een beetje trage stap met mij praten, maar je bent wel genoemd, hè. Hubert. En dat is goed als ze doorkomen. Ja, dat kan niet heel doorlopen, maar hier doen we het gewoon. Jongens, je mag ze aanmoedigen met nummer 13. Is dat Kevin Vos? Kennen jullie? Ja, goed gedaan, hè? Kevin Vos. Dat is wat makkelijk, hè? Als die renner. Dat is mooi, hij was bankzitter, hoor ik zeggen. Hij was invaller. Daarom stond zijn naam er niet op. Het was Maaike Persoon, was vroeger een geweldige atleet. Maar is Kevin Vos niet op. Je ziet dat dat hele veld uit elkaar gereten is, hè? Dat mag duidelijk zijn. Maar hier gaan we natuurlijk wel kijken naar de man die die laatste meters binnenkomt. Gaat genieten van de prijsuitreikingen. Het is de man met nummer 15. Jullie komen. Is dat Frank Wiebes? Frank! Frank, ben je nog bij de triathlon geweest in Almere? Hoe vaak heb je hem gedaan? 11? Jongens, hij heeft 11 keer de hele triathlon gedaan van Almere. Frank Wiebes, wat Frits Klein Heerenbrink zou wel kunnen zijn. Althans, dan ga ik erbij bedenken, dat staat Frits Klein Heeren. En dan moet er nog wat achter. Maar ja, goed, dat hebben we nog niet geprogrammeerd. Waar die Frank Wiebes is, vanaf van die Wildslag, dan kom je uit het mooie dorp wat naast Hengelo ligt. Dat noemen ze Enschede. En hij heeft 11 keer de hele triathlon gedaan van Almere. Een fantastische atleet, een fantastische marathonloper. En hier is hij echt in vorm, hoor. Frits Klein Heerenbrink binnen. En dan moet je kijken. Wim Kan zei vroeger altijd met één been over de drempel. Maar hij is met één been over het hek, hè? Zie je dan? Dat is een nieuwe op dat. Nee, luister even. Maar een been. Nee, we hadden vroeger. We gaan kijken naar het hele schone atleet wat we gezegd hebben. We krijgen eerst Robert Kondoen door. En dan mag je natuurlijk zeggen Vanessa. En dat is goed, Vanessa Lokjes. Zij gaan hier weer in 45 minuten. En van Vanessa Lokjes kun je zeggen. Zij liep in 41 minuten in de Marieke lopen in mei in Nijmegen. En hier loopt ze weg. Maar zij is een tijdje uit de running geweest. Maar Vanessa, je hebt je fantastisch herstel, toch? Als hier Lars doorgaat, Tim Oldering komt binnen. En hier, je lijkt wel dat ik op dansles zit. En zo mooi binnenkomen dansen. In een mooie stijl. En een handje gaat van rikken, tikken, tikken, tikken. Hij komt uit de lage ploeg uit Twente. En dan kun je zien, is dat Leuzing? Is wel mooi, hè? Kijk, die Leuzing lopen. Dat zie je niet allemaal, dat ze zo met de handen zo bijna met de broekzakken lopen. Hè? Maar ja, zo heeft iedereen zijn eigen stijl. En dat is wel mooi, hè? Als we kijken, ja. Dan mag je natuurlijk zeggen dat we hier de mannen uit het Overijsselse landschap hebben, hoor. En dan zeg je, wat ben je weer in vorm, hè, jongen? Dat is wel makkelijk lopen, hoor. Ah, Dirk Platje zit daar natuurlijk bij Clemens Weersing. Daar ga je wel van genieten. Wat is er ook? Ah, Serge Ter Aronsen. Ruim onder de 46 minuten. 45, 59. Daar kom je voor het stadion. Jongens, is dat een mooi triootje? Ja, dan mag je zeggen dat Andrew daar. Clemens zit erbij. Dat zijn mannen allemaal uit de stal van Laak Twente. Hè? En dat is een geweldige club hier in het Twentse landschap. En als je van Ierse recht zit daarbij. Jongens, we gaan de tweede vrouw binnenhalen. En dat is wel mooi. Is dat een e-bike? Dat is mooi, hè? En toch hebben ze moeten. We gaan kijken. Ja, dat is wel mooi. Als Annette Werner binnenkomt, Bergen. Annette, wat mooi is dat. Als hij hier zo binnenkomt, de wind gaat liggen. Maar jij komt binnen zweven, hoor. André Smit, succes, André. Hè? Is wel mooi in dat donkergroene. En hier vinden ze uit de mensengroep. Is het Ron Voorhuis. Ron Voorhuis, 46, 47. En dan moet je zeggen, in die mooie turquoise shirtjes, hè. Al zou het een andere kleur zijn. Maar ze lopen er wel lekker bij, hè. Van hier is een groep, hoor. Er zitten Hans en Michel. En die mannen, al elkaar in evenwicht. Zij dansen hier naar binnen. En met 1568 Wouter Kuipers. Wouter Kuipers, dank u wel, man.
als hij hier zo lekker binnenkomt in de tijd van 47 minuten op de klokken. We zien ook dat hier de man dat ze nummer 12 een mooie wedstrijd is gelopen. Willem-Jan Tak is binnen en Jan Paalman komt binnen. En hier gaan we natuurlijk ook kijken van 1770. Is die hele sterke Benny Geerik. Benny, bedankt hè. Benny, je bent ook niet weg. Benny, hoe lang loopt hij al? 100 jaar? Bijna hè, jonge vent hè. Hij loopt als een jonge god. Gerrit Doester gaat mooi binnen. En daar is het. We gaan hier even kijken, meneer Dumoulin, meneer Van der Molen. Hij zorgt dat alles op de klokje staat. En als we kijken met nummer 542, Gerrit Doester pakt al 4 veld binnen. En dit is wel een mooie prestatie. Maar we gaan ook even naar de halve marathon lopen kijken. En met nummer 81 hier doen. Is goed gedaan man hoor. Als je hier. En als ik zei Jeroen, dan is het Jeroen Stemmer uit Wierden. En Wierden begint binnenkort hier met de lage veldlopen. Mag je niet missen, hè? Lage veldlopen is zo'n mooi circuit daar in Wierden aan de lage velden. Regia. Daar kom aan hoor. Is dat een man van de Rabobank? Is dat een Rabobank? Oh, de rente is laag, maar de snelheid is hoog, hè? Van Jeroen Lentz, hè? Kun je dus zo zeggen? Jeroen Lentz komt daar binnen flitsen. Jongens, links finishen en rechts doorgaan. Rechtdoor, links finishen. Ah, dat doet hij goed hoor, de man de 1503. Is dat Dag Wiggers? Is dat Wiggers? Arnold, succes jongen! Is een mooie spotman Wiggers, dat is een hele, die heeft een eigen club hier, Wiggers hoor, bij Marathon Pinguïn. Bart Ollemaar binnen, Bart van der Vliet is binnen, dan komt Mike Vos komt binnen. Meisje, gaan we hier de eerste vrouw doorkrijgen op de halve marathon? Is er met 96, Heidi Wiggers. Oh, Wiggers hadden we net over, hè? Is Heidi Wiggers. En die doet dat in, zal ik nog even kijken, Heidi Wiggers, in 48-54. 48-54, Heidi, jij bent de snelste vrouw halverwege koers op de halve marathon. Is wel mooi, hè? Papa Wiggers zat ervoor. Is dat een basketballer, jongens? Is dat Mark Snijders die daar zo mooi binnenkomt in? Nee. Jongens, kunnen we onder de vijf... Hey, Gerry! GV! Grovitesse, Gerry Visser. Van het laat mag je zeggen, nee, we zijn de tweede vrouw. En we hebben met 92 hebben we ook Lisette Brahma Krukken erbij zitten. En dat is wel mooi, hoor. Hebben we toch hier veel meiden uit dat schitterende Twentse landschap. En we hebben al gezegd, dat Twentse landschap, dat we daar zo trots op zijn. Hebben we daar de beste bij zitten? Hebben we Wiggers, we hebben Visser en we hebben Brahma. Ah, ja, ja, we gaan links vingers, hè. En dat is mooi. Met 500. Is dat Paul Vrijhof? Goed dat je zag, hè. Paul Vrijhof die moet een beetje links aanhouden. Volgend jaar hebben we verkiezingen en dan komt het goed, hè. Niet voor de klokken staan, hè, staat er, hè. Barry van Heek komt binnen, hè. Barry van Heek komt binnen 50 minuten. Of zou die nog... Barry van Heek... 49-57, hè? Dat is helemaal anders dan 50 minuten. 49-57. Jongens, links vinden ze en rechts doorgaan. Peter Gijssel, Robetta, SV, komt daar binnen. En als ik het goed heb, krijgen we de vierde vrouw door. Met nummer 104. En 104 luistert natuurlijk naar Ida Verduin. Zij komt uit dat schitterende West-Friese Schagen. En zij heeft al veel marathons op haar naam staan. Ida, succes hè. Jij bent de snelste vrouw uit Noord-Holland hier in het overijzende Tukkerse land hè. Is dat mooi. Ah, daar komt Ajax, komt ook uit Noord-Holland hè. Komt hier ook naartoe. En dan hebben we Ida Verduin uit Schagen ook hier naartoe. En we hebben een meisje van Sisu met een tangentje. Meestal in 1-2-3. En de spoor is er met de prijs. En bedrijven. Maar zover ik weet is daar geen speciale prijs. Maar even weet ik, die weet alles. Zeg maar, Wiedabrummer, sorry. We gaan niet brommen, maar Tom, was dat Roland Hemmer, jongens, die daar zo van? Roland Hemmer die is altijd een hele snelle tweede ronde. En dat vind ik wel lijken met Max Verstappen in Singapore en in een oude rol in Singapore. We hebben Roland Hemmer. Is dat als je zo veel gefilmd, hè? De vrouw met 1705. Elke tijdhuis als we het goed zien. Dan gaan we ook daardoor krijgen bij de vrouwen natuurlijk. Als u Renate Kuipers, Rolf Dekker, Adje Lauzer, kortom, kijk. Is dat Martin Timmer? Dat is de enige organisatie, ja. Wat snel aan het meten is die laatste.
even een beetje weg van, van die Martina. Ja. Hij heeft echt een sprint over zich. Laurens, succes hè, in die tweede ronde. Ten Kate, dat schrijf je met een C, hè? Ja, Mattie Ten Kate, die schrijf je natuurlijk met een K. Maar dat zijn wel allemaal topbedrijven. Dirk-Jan Robben, goed gedaan, hè? Dirk-Jan Koen-Jachroep van Intratuin van AVA 70, waar Gerard de Broeke, een van de allerbeste atleten met Mattie Ten Kate, ooit in Nederland hebben gelopen. Is wel mooi, hè? Intratuin uit Bredevoort. Is wel, hadden altijd de Intratuin loopt, maar dat is nu veranderd naar Bredevoort in de Boekenstad. Kortom, wie gaat kijken wat het wordt hier zo in het Twentseland. Dit is wel een mooie sportstad, hè, om te genieten. Het water hier in het kanaal van Bocholt naar allemaal, dat komt er doorheen, hè, maar de atleten overwinnen daarvoor. Kom maar, jongens. Meisje, wat doe je? Je zwaait tegen hem, hè? Ach, vind ik wel lief van je. Je zou hem nog kunnen zoenen, eigenlijk. Dorien Willems. En Dorien Willems. Vind ik wel leuk. Jongens, dat zijn personen. En weet je waarom de persoon achter staan? Daar hebben we geen namen van. Je moet me niet vragen waarom. Maar die zullen wel voor een bedrijf lopen. Hè? En een bedrijf is natuurlijk druk met afterparties op vrijdag. En dan vergeet je de naam in te vullen. Hè? En dan gaan we kijken met, ja, Edwin, als ik een bedrijf had, ik deed mee, dan gaf het de naam. Even in Lens er een keer binnen hoor. Kom maar jongens, dat zijn mannen die hebben gewoon ook wat laden ingeschreven. Dat komt een andere keer weer. Kom, dat moet dan goed komen, toch? Ja. Meisje, maar daarom kun je best altijd voor is. Kijk, meisje, kom. Je wordt op de hielen gezeten. Je wordt op de hielen gezeten. Maar één is Labros en Hendrik Jan Boeren. Ah, Hendrik Jan Boeren was op jacht en Boer. Ken je dat programma? Hendrik Jan Boeren zoekt vrouw? Dat deed hij hier in de allee lopen. Dat deed hij hier wel. Denk Kamphuis is het hoor. Jongens, dit is een shirt van Herakles. Kunnen we dat rustig zeggen of niet? Ja, dat was vroeger wel zo. Hè? Daar steekten een verticale zwart-wit, black en white natuurlijk. Kom maar lekker binnen hoor. Hendrik Jan Broeren zoekt vrouw. Ja, hij komt gewoon binnen. En dat is Daniel Boerema. Bedankt Daniel. Daniel Boerema, een zweet voor de kop weg. En dat is mooi, want je ziet ook afgeven, want die hebben natuurlijk een zweet voor de kop. Maar die hebben zweet om het beeld naar. En dat zat zo van de rug naar beneden toe. En dat is wel leuk, als hij daar mooi binnen komt lopen. Ik keek naar het ding, is dat mooi. Dankjewel Frank. Is dat Frank Dumont? Frank Dumont, altijd makkelijk. Een mooie Friese naam natuurlijk. Ander vorig jaar wel dan, dan ga je daarvoor. Ja, top persoon. Nou weet ik alleen niet door. Precies hoe je dat gaat erin. Je ziet wel in de alles hoor. Als we, is dat Milen Laurens? Milen, je was zevende vrouw hè? Ja, klopt niet. Ja, zevende vrouw in 54 minuten. In jouw hele mooie klasse. Goed gedaan Milen. Ik zet een mooi gezicht om te kijken. We kijken wel eens naar Formule 1 en dat gaat mooi. Maar dit is ook wel mooi als je met 1 pk. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Goed gedaan! Jeroen, Gabriel, Barry, succes hè! Heb je niemand om te zoeken? Oh, jullie horen wel bij elkaar. Meiden, zijn die van jullie? Hebben de meiden gelopen, je kinderen? Hebben zij gelopen? Volgend jaar. En heeft u nog meer gedaan dan van uw support? Hey, bedankt hè. Hey, jongens, gaan jullie nog wat drinken samen met de meiden? Zeker. Hey, veel plezier. Bedankt dat jullie er waren. Hè. Bedankt dat jullie er waren. Is het mooi als we hier zo binnenkomen lopen. De meiden. Ja, ik liep een beetje in de weg, maar ze wouden natuurlijk alles vastleggen op de sociale media. Maar dat komt goed hoor. Wat loop jij nog later binnen, man? Je bent net zo soepel. Jawel. Hendrik Dekker, dankjewel hè. Hey, is dat Mohamed? Gisteren liep hij sterk in onze Hesselen. Hij loopt nog sterk in Almelo. En straks vertrekt hij naar zijn zittende woonplaats naar Oldenzaal. Hè? Mooi dat je bent, man. Mooi dat je bent. En die brand is binnen. Ze hebben Heineken bier, ze hebben toch jammer, ze hebben brand, hè? We steken dat vuurtje gewoon even aan. Meisje, wat ben jij in topvorm, hè? Je loopt ook menskracht. Is dat Gerdy Jammer? Dat is Gerdy Jammer, lees hem maar. Je bent de negende geworden in jouw klasse, vrouw, hè? Dat is wel heel netjes. Vergeet niet, hè? Is dat die jongens? Die niet hebben gezegd ravijn lopen, hè? Daar komen van Ter Kate, komen ze allemaal naar Nijverdouw.
En dat is wat netjes in de heen loopt. Als we kijken naar de atleten met 1858, kijk, ze staan er. Is dat, en dan Lentvering, is dat mooi, hè? Vroeger hadden we een rug. En dat was Jan Lentvering, hè? Maar dat is niet gesarig. Is gelukt, jongens, staat niet weer erop van de kaarten? Is dat mooi. De C van Champion, zou je kunnen zeggen. En zij loopt ook mooi, hè? De wind komt uit het noordoosten. Maar jij komt de wijze en de snelle komt ook uit het oosten. En dat is Leonie Vos. Leonie, jij loopt de hond altijd nog soepel, hè? Ben je ook van de gemeente, Leonie? Was jij ook bij de ambtenarenkampioenschappen? Stond je op het podium? Ja, dit is een van de snelste ambtenaarvrouwen van Overijssel, hoor. Leonie Posma. En daar kun je trots op zijn. Pedro Prinsen is binnen. En dat we bedenken dat we dinsdag Prinsendag hebben in Den Haag. En hier is Prinsen allang binnen op deze mooie dag. Don Curry, hè? Wees voorzichtig, man. Joop van der Vel zit binnen. Hij komt hier heel makkelijk binnenlopen. En dat is goed. Een glazen koets hebben ze nodig om dat stukje naar de ridderzaal te brengen. Maar hier aan het kanaal gaan ze gewoon 10 of 5 of 21 kilometer op eigen kracht binnenkomen. En dat is mooi. En dat doet zij met een mooie kop op gezicht, hè? Met 19 zeker. Oh, oh, oh. Hermien Ter Borg is mooi. Ter Borg, wat een mooie naam is dat. Ter Borg, wat een bekende naam was dat. Was vroeger een van de beste politicus in Zwolle. Ter Borg. We gaan kijken naar Hermien die binnen is. En gevallen door Rob van Roeker. De klok staat op 58 minuten. We zitten nog mooi onder het uur, jongelui. En hebben nog 90 seconden om in het linker rijtje te blijven. Michiel is binnen. Morsi. Goed gedaan, Morsi, hè? Geen zo mooi. En je hebt de scheiding er nog zo mooi in, hè? Ook door die snelheid, hè? Blijft hij mooi aan die linkerkant zitten. En dat is lekker. Eugene van Mierlo binnen. En dat is wel genieten. En daar worden wat foto's gemaakt, hè? Dat kun je wel zien hier, toch? Dat wel van elkaar, hè? Als we hier zien wat er gaat gebeuren. Is dat wat, Jeroen? Wat is mooi, hè, als je binnenkomt, hè? Heb je goed gelopen? Lekker gelopen. Kom je volgend jaar weer terug? Ah, dat is mooi, man. Jongens, jullie kunnen gelijk op je boek, hè? Dat is wel het mooiste. Gelijk boeken. Ah, man, wat je niet opgeeft, kun je niet verliezen, hè? Maar ik liep door de diepe hel. Daar komt hij straks nog. Is dat Peter Pauze? Bedankt, Peter. Bedankt voor je black power, hè? En je doorzettingsvermogen. Want dat is dat. Dat bedoel ik niet vandaag, toch? En als we kijken met 1861, hij is een beetje op de voorgoede landing. Aalte Hofland. En dat is mooi. En als Aalte Hofland binnen is, dan komt ook Mark Poesje en Roesje binnen. Bedankt, hè, Mark, hè? Is dat mooi, hè? En je kunt het zien. Hoe gaat het, jongen? Niet goed, hè? Komt dat, Kuijts? Ah, ja, jongens, even kijken, hoor. Peter de Jong is binnen. En Christa Tier, Christa, de jongen even troost, hè? Komt binnen met een lichte blessure. Laten we hopen dat hij binnenkort weer optimaal fit is. De vrouw op de halve marathon met nummer 108. Is Anne Fleur het hele. En dat is goed, Anne Fleur, hoor. Gaat ook natuurlijk door met die bel als we kijken naar de mannen die hier gaan finishen en de vrouwen die gaan finishen. Goed gedaan Yvette en Frank is ook binnen. Komt u allemaal al, hè? Kijk, meisje, nog een sprintje. Hij is wel een charmant, hè? Gonnie, dankjewel, Gonnie Schoolkater. Je hebt het fantastisch gedaan, hè? En ook die slotfase, die techniek, dat doorzettingsvermogen. Dat is lekker als je dat kunt. Je hebt veel loop, jongens, maar je hebt ook mooie loopmeiden erbij zitten. Lopen soepel, daar komt weer zo'n kanjer aan. Mag je dat rustig zeggen, meisje, dat je vandaag een van de beste tijden in september loopt, hè? En dat is goed. We hebben Cynthia Bruins binnen. Dankjewel, Cynthia. Namens de organisatie. Allee, jongens, kom op, hè, zouden we dan kunnen zeggen. Maar het is de derde editie. Nog 2 jaar, dan hebben we rustig. Esther is binnen. Roline de Wit. Roline, je ziet er fantastisch uit, hè, in die Black Power kleding. En Anton Hartenberg zit erbij. Wat doet de vrouw met 102? Gaan ze de tweede ronde in? Is dat Elise Brummer? Elise, zet hem op, hè. Elise Brummer uit Hengelo. Hey, dankjewel, jongen. Als je hier vandaag Marcel Noor is binnen, de vrouw. Jongens, hier finishen. Hier links finishen. Dat zijn jullie zijn de eerste die door het wind gaan, hè. Of liever gezegd onder het wind doorgaan. En dat zijn wel vrouwen. Peter Hut. En ze zijn niet eens blond, hè? Hoe kan het? Woutje Bijsterbos. Kom aan, Wout, hoor. Als je daar zo binnenkomt. Zit daar ook Martine bij. Daar zit Van Loon bij. Ali. Is dat Ali die daar binnenkomt?
Ali. Annie. Oh ja, ik vind Annie. Ja, Alfons binnen, Annie binnen. En daar wordt Natasja binnen, Snijders. Het mes snijdt aan twee kanten als ze allemaal binnenkomen, toch? En dat is wel mooi, hè? Binnenkomen, Frans. Dankjewel, Frans. Ellen Schipper. Ellen, we wouden net nog gaan zingen. Schipper, mag ik overvaren? Maar je bent al binnen hier aan de goede kant van het water. Maar hier liggen de matten. En hier word je genoteerd op een tijd van 62 minuten en 12 seconden. En dat wil zeggen dat jij de 33ste vrouw bent in jouw klasse. Want we hebben diverse leeftijdsgroepen. Maar dit is wel mooi, hè? Als je zo makkelijk binnen komt lopen. Hebben jullie niet zin om in het water te duiken, hè, als je daar zo staat, hè? Als je daar zo loopt. We hebben fietsers, we hebben renners met wielen, we hebben renners zonder wielen. En hij gaat finishen. En dat doet hij goed, hoor. En dat doet hij heel mooi. Ik denk dat we nog een ruim kwartier, een goed kwartier, zijn we verwijderd van de... Jongens, even doorfietsen. Nee, nog even door. Sorry, ja, ik wil je niet opjagen. Ik denk wel dat je er overheen mag, hoor. Kom, Bert! Oké, dankjewel. Is dat Bert? Ja, je bent. Dat mooi is, hè? En als je zo je arm opsteekt, Bert, dan rijp je. Je bent dan ook zo fris, hè? Ja, ik hoorde het wel, ik zag het wel. We doen 152. 152. Hoort hij bij Lian Knol? Oké, Lian. Lian, zet hem op, hè. Gaat allemaal binnen. Josie, succes. En daar staat ook Richard bij, maar ik kan niet helemaal zien. Ik zat Josie had ik daar wel bij staan. Maar daar ging nog een vrouw langs, maar dat is niet Mariska. 18. Mariska Hoppen. Ja. Mariska Hoppen, hè? Ja, oké, Maris. Die zat binnen, zat onder. Ja, net zat onder de douche. Ik hoef ze niet allemaal. Ik kijk niet iedereen naar. Mariska is wel van de kaart, hè? Mariska, we zien elkaar terug in de ravijnloop. Dat is in Nijverdal, die is ook wel gesponsord door de kaart, hè? Mag je niet missen, jongens, dat is wel mooi. En dus na die tijd kun je nog beter afijn zwemmen. En bij nummer 1851 is dat Corrie Steenbergen. Bedankt, Cor. Goed, meisje, wat kijk je vrolijk, hè? Ah, vond ik dat mooi. Ingrid Luttinghuis, die heeft diep gegaan, hè? En dat mag je natuurlijk, hè? Die is al vandaag, de vrouwen hebben het zo goed gedaan in Rio. We hebben veel vrouwelijke ministers en we hebben veel vrouwelijke toplopers. We hebben goede sponsoren. En 24 september, dan is er in Heten, daarbij Raalte, een Equiden. Kun je met een hele ploeg meedoen. 25-9 is er in Delden de Twikkelop. Komt daar Johan Omer aan? Ja, ja. De organisator van de ravijnloop op 8 oktober, joh, hè? De 19e ravijnloop. En 19 keer heeft die man hem georganiseerd. En dan kun je na die tijd kunnen we nog biertjes drinken in de kittere kantine van het ravijn. Hè? En dat is wel mooi als je daar zo bent. Ravijnloop, Joop, op 8 oktober, de 19e editie. En een man van 1860. Hij heeft het aan een touwtje zitten. Henk Eshuis. Bedankt, Henk. Henkie Eshuis. Is wel een mooie naam, hè. Eshuis die drukt ook etiketten in Dalsen aan alle colaflessen. En daar van die etiketten kun je een stropdas maken. Takaten met aanhanger. Melanie komt daar binnen. 38ste vrouw. Heel goed. Takaten. Nou ja, daar hebben we aardig reclame voor gemaakt, toch? Maar aanstaande zondag is de tweede Twikkerloop in Amdelde. En die is ook al gewonnen door de winnares hier vandaag op de 5 kilometer. Els Betscheler. We gaan kijken, Mirjam Vinkers is binnen, de overe prijs, we hebben Marieke binnen, Klas. Marion, bedankt, hè. Marion, dat ging makkelijk, hè. 66 minuten. Je hebt je staartje nog net zo zitten toen je bent begonnen, hè. Aha, dat is makkelijk. Heel ontzettend ontspannen lopen. Meisje, wat heb je toch alles onder controle? Wat heb je een mooie loop? Je ging weg op een schema van 1 uur en 7 minuten. De klok staat op 1:06. En dan komen we nog een paar seconden bij voor Truus overgooien. Bedankt, Truus. En we hopen dat je er volgend jaar weer bent. En dan zeggen we natuurlijk al dat niemand minder dan Sisu. Je weet, Sisu is Fins, hè. En Fins, dat staat natuurlijk wel voor hele mooie namen. Succes, jongen. Als Sisu zegt, dan is het doorzettingsvermogen, dat is volharding.
Dat is een ijzeren wille om te voltooien. Dat kun je allemaal uit het Finse woord. Want eigenlijk, sisu komt ook een beetje van sisus. En sisus, dat is in het Latijn, dat is kern, de binnenste. En dat komt van je binnenste om dit te kunnen. We hebben een 1-0-6. Arend Jansen is al binnen. En wie komt er nu binnen? Dirk Kissing. Bedankt, Dirk. Hardlopers doen het goed. Saskia, bedankt, hè. Saskia Vreeman, ja, kun je zien hoe blij dat ze is, hè. En dat hartje gaat van rikketikketik. En die hartslag. Soms dan denk je, ze hebben helemaal geen hart, hè. Het is een pacemaker, want je hoort hem niet tikken, hè. Maar ze komen zo makkelijk binnen. 1 uur 7 minuten en 8 seconden. En dan gaan we naar de halve marathon. Maar dan moeten we toch nog wat even, denk ik, een minuutje of 11, 12, 13. Een minuutje of 11, 12 geduld hebben. Dan gaan we Richard Roendersloot, is de man die aan de leiding gaat. En dat dit weer ruim, als hij geen gekke dingen doet, althans als er niks overkomt, dan komt hij als overwinnaar binnen in deze dritte editie. Jongens, links vinden ze en de halve marathon gaat nog een keer niet door. Bedankt Hans, als je hier zat. Jongens, is het nog een mooi sprintje? Want die, nou ja, wij zien dat, het is toch mooi, hè? Nog iemand klopt op de weg. Maar ik zeg, Ema Jongman. Ema, het kwam lekker binnen daar. En al die achter Ema Jongman een meneer binnen. Maar of die nog een shit heeft, weet ik niet. Maar dan zie je niet op een schermpje verschijnen. Maar volgens mij gaan we tot de laatste door. De meneer die achter Ema binnenkwam, Karin de Rode, dankjewel. Plus binnen Melis Buisand. Dat kun je niet zeggen van, dat het gestoven heeft de afgelopen dagen in Almelo. Maar die, jullie hebben nog nooit weer gehad, hè? Almelo van de week was ik. Huis afgebrand, bliksem in slag. Maar hier werd vandaag ook wel met vuur gespeeld, hè? Hier van begin af kop nemen en dat blijven volgen. Sisu, met Joop Seesing als voorzitter. Daan Ardon als secretaris. Bert Berik als lid. En de penningmeesterschap is vakant. Dus als u zegt, ik stuur graag mijn euro's. Dan kunt u nog solliciteren bij Sisu voor schitteren. Sisu heeft fantastische trainers, looptrainers, Maarten van Minnen, Fokker de Lange, Gerrit Julius, Erik en Wig en Dirk Tuinstra. Ik moet zeggen dat vandaag alles ook in het teken stond van water. En als we het over water hebben, stopt dan het water van je lippen. Maar je komt nog lekker binnen, lekker fris en het is goed. Maar dan is Sandra van der Hoef. Bedankt Sandra. Want het water, we hadden vandaag ook te maken met deze organisatie, met het waterschap de Veststromen. We hebben te maken met de roeivereniging Amicus. Hebben we 130 leden en hadden vandaag de 21e Godvins Almelo Regatta. Een 5 kilometer op de zijtak van het Almelo Twente lokaal. Kanaal, neem ik wel. Op het kanaal. Kortom, dat zijn ook hardlopers. Maar dan in de wandeltempo, hè. Zal ik vragen, u heeft de alleen wandel. U heeft gewandeld. Hoeveel kilometer heeft u gelopen? 5? Met je jongens? Maar u moet het tempo bepalen, zie ik. Goed, hè, jongens, laat je nog niet verrassen. Fijn, ja, dat is goed, meisje. Neem de leiding gewoon. Hou het initiatief en dan komt het goed, hè, als je hier doorloopt. Ja, vind ik wel mooi, want we hadden natuurlijk vandaag een scala van activiteiten hier in Almelo. We hebben natuurlijk daar die schitterende fietsen. Rinus, mag ik je danken voor je doorzettingsvermogen. En wat je nu op heeft, kan je niet verliezen. Goed gedaan, man. Rinus, de tijd is voor jou 70 minuten 28 seconden. Dat zijn bruto tijden, maar het kan best zijn dat je wat achter in die stad staat. Dat het netto best nog wel even iets hier af kan. Maar dat is wel mooi, hè. En als hij dan geknipt en geschoren wordt door de meiden met de tang, is dat mooi, hè. Normaal knippen en scheren doen ze met andere tondeuses, maar ze knippen hier gewoon met een tangetje. En dat is wel netjes, hè. Als we hier kijken. Eerst had er Ines. Even kijken van de organisatie, hè. Komt er door. Ik vind het wel mooi, die groene zus van Cisjo, hè. Ziet er goed uit. Nou, de klok staat op 1:11. We gaan kijken hoe het alweer was. In het verleden tijd, dat doen we mee te zeggen. De halve marathon werd het eerste jaar gewonnen door een Keniaan in een wereldtijd van 1:14. En Leon Sanderman, de man uit Rijzen, de wiskundeleraar, werd vorig jaar eerste in 1:15. Bij de vrouwen bleef de klok staan op 1:37 vorig jaar en het jaar ervoor op 1:45. Kortom, ik denk dat die 1:14 en die 1:15, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker, die wordt vandaag niet verbeterd.
Maar we hebben met Richard Loendersloot wel een man die natuurlijk hier vandaag heel sterk is gestart. Hij kwam heel lekker door in die 39, 38, ja, dan weet ik niet zeker. Ik heb een heleboel bepaaltjes opgeschreven, maar gewoon 39 minuten of zoiets. En 3 of 4 voorsluiting. We gaan de laatste ronde in met de man met nummer 7. Ben Zwee, laatste ronde, hè? Veel succes, hè, jongen. Ah, loop nog ontspannen, de kop zit er goed bij. Nou, wou ik, hè? Is dat Rinus? Nee, dat is Rinus niet. Is dat Bob Leuzing? Nou, kan je zien. Hij gaat klaar, volgens mij. Hij gaat, het is hem toch denk ik een brug te ver, die halve marathon. Hij gaat bij de brug uitstappen. Hé, mooi, hè? Een brug te ver. Gisteren hadden we natuurlijk van de week de herdenking daar met Mark en Karen daar zo in het Ede op de linkerzijde. Ja, hij wacht hier. Nee, we gaan erachteraan. Nou ja, maar kijk, jongens, maar dat is, kijk, Chippy is wel belangrijk, hè? Ja, de man met nummer 1, dat is Ries. Nee, wacht. Nee, dat heb je zo. Nee, nou wacht maar even, wat kom je doen? Doorlopen, nee, ik kom niet doorlopen. Niet doorlopen, en jij gaat hoe heen? Wacht even, waarom stop je? Ik heb last van de blessure. Luister je goed naar je lichaam. Heb je wel genoten vandaag nou geloof? Het is wel een mooie ronde. Die kom je weer in het noorden? Zwolle. Dat is de overheid van de hoofdstad. Heb je de halve marathon aan Zwolle nog gelopen? Ja, dat gaan we wel. Het was het warm, hè? Wat voor tijd had je dit? 2,5 uur. Uur, maar niet. En je de Cascade loopt te lopen in Overveen? Ook nog eens. Die wil je wel een liefhebber. Ja. Jongens, let op. Nummer. Let op. Hij gaat gaan uitstappen. Hij komt erover. Maar. Olaf Lagerveen. Fatima, succes Fatima. Of ga je finishen? Oh, die hadden we een hoofdnummer. Maar ik even rechts, ja, hoofdnummer. Fatima Kuil is te finishen in de tijd van 73 minuten. Bedankt, Fatima. Ja, goed gedaan meisje, mooie schijnbeweging, hè. En die schijnbeweging wel bij Helene. Helene de Jonge, bedankt Helene. We hebben een hek voor je neergezet, hè. Even uitblazen. Maar bedankt voor je geweldige prestatie, hè. Het is een ijzervretentje, dat kun je zien, hè. Ze worden aangetrokken magnetisch naar het hek toe. En dat is wel karakter hebben. Ja, kijk, weet je, de prestatie loopt. Jongens, let op, hè. Let op. Waar moeten zij? Heeft u gewandeld? Nee, ga je gewoon lekker langskomen hoor. Dat is prima. Hij zag jullie aan. Bedankt dat u er was. Hoeveel kilometer heeft u gewandeld samen? Ik heb 10. Alleen. Alleen? En u ook 10? Oh, je bent van de. We hebben goed gedaan, meisje. Hè? Tot volgende jaar. Is dat Els Kozijnse? Els, wat ben jij toch een schitterende sportvrouw. Als je zo makkelijk binnen komt lopen daar. Hè? Els Kozijnse, hier naar die tijd van Inge. Dan komen nog 2 en heeft de EHBO de mobiele brigade? Ja. Wat mooi is dat als jullie zo binnenkomen. Hè? De mobiele brigade, fijn dat we mensen hebben. Maar dan zijn helaas in Nederland maar 3% Nederlanders die een geldig EHBO-diploma hebben. En dat is vrekte weinig op 17 miljoen Nederlanders. Hè? En als je dan kijkt, als deze mannen zo binnenkomen. Ja. Krijgen we Richard? We krijgen Richard Loendersloot. En daar moeten we toch even aandacht.